Je hebt het koffertje weer ingepakt, want het gaat nog gewoon nog even vrolijk verder, Maurits. Ja, nog niet eens uitgepakt, want ik kom rechtstreeks uit Parijs. Dus, ja. Hoe is het geweest, die eerste tour voor jou? Ja, super ervaring. Het was echt geweldig om mee te maken, maar wel heel pittig. Maar ik ben blij dat ik toch Parijs heb gehaald. Ja, want heb je daar nog aan getwijfeld tijdens de tour? Nee, ja, wel vooraf natuurlijk. Je weet niet hoe zwaar het gaat zijn. Je hoort de verhalen wel, maar ja, op en al viel het wel mee. Maar je moet toch heel hard in Parijs nog aankomen. Dus, het is allemaal gelukt. Je hebt niet anoniem gereden, want we hebben je toch wel gezien. Nee, ja, maar dat was ook het doel, om sowieso aanvallend te rijden. En dat wilde de ploeg ook graag van mij. En dat heb ik geprobeerd. En, helaas heeft het geen echte resultaten opgeleverd, maar daar gaan we in de toekomst voor. Ja, maar toch, hè, die etappe naar Rodez, dan ben je heel eventjes los. En dan denk ik toch ook dat jij ook eventjes denkt van, het zal toch niet? Ja, maar ik keek al om en ik zag meteen eentje van BMC en daarachter eentje van Sunweb. En ik dacht, shit, dat zijn net de mannen die niet mee moeten. Dus, was jammer, maar ik snap hun tactiek ook. En, er is niks aan te doen dan. Kijk, ik ben geen topsporter zoals jij dat bent, maar als ik in zo'n tour zou zijn, dan zou ik denken, dan zou alles voor mij een snoepwinkel zijn. Je hebt natuurlijk al meerdere koersen gereden, maar is die tour dan nog zoveel groter dan al die andere ritten? Ja, gewoon qua mediagekte en toeschouwers op de bergen, dat is rijden dik, dat je gewoon achter elkaar moet rijden, zeg maar, om er doorheen te kunnen. Dat is echt, dat heb je bij geen enkel andere koers. Dat is heel, heel mooi om mee te maken. Ja, verbaas je dan ook wel? Volgens mij ben je een vrij nuchtere renner. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, van, wat is dit eigenlijk allemaal voor gekte? We zijn ook maar gewoon mensen. Ja tuurlijk. Ja. Nee, soms dacht ik ook wel van, zoveel publiek, dat hoeft allemaal niet. Maar, ja, het is gewoon zo'n groot evenement en dat merk je dan wel. En ik hoor dan van wielrenners dat als ze de Tour hebben gereden en hebben uitgereden, dat ze zich ook echt wielrenner mogen noemen. Ja, dat zeggen ze wel. Hè. Maar ja, het is wel de eerste vraag die je krijgt als je zegt dat je beroepswielrenner bent. Dus, en heb je de Tour gereden? Ja, nu kan ik eindelijk ja zeggen. Smaakt het dan meer? Ja, zeker. Ik wil er volgend jaar weer bij zijn. En nu is het vooral deze week even jouw optreden te gelden maken natuurlijk in al die criteriums. Ja. En dan even vakantie? Ik doe deze week dan 3 criteriums en dan zaterdag alweer naar San Sebastian. En week erop naar het Europees kampioenschap. Dus. En daarna heb ik pas even vakantie, even rust. Ja. Dus voorlopig word je nog helemaal geleefd, ben je nog niet moe? Nee, ik ben hartstikke moe. Gisteravond was het laat, dus vanochtend weer was ik weer op mijn gewone tijd weer wakker. Dus het was een kort nachtje. Dus, goed, hoort erbij. Ja, heb je toch nog wel even gevierd dat je de eerste Tour hebt behaald? Ja, met de ploeg. We hadden een leuk etentje. Dat was hartstikke gezellig. Dat werd goed gevierd. Ja. Succes vanavond, want volgens mij moet je omkleden. Ja, dankjewel. Goed.